Welkom bij een nieuwe aflevering van Knutselen met Elise. Vorig jaar hebben we deze prachtige amoebehangers kunnen maken samen. Dit jaar gaan we een lintworm knutselen. Wat hebben we nodig? We hebben een prachtig lintje nodig, naar keuze. Ik heb hier een mooie glitterlint. En van die plakoogjes. Hoe doe je dit? Je knipt een stukje lint af in de lengte die je fijn vindt, waarvan je denkt, deze lintworm kan mijn 6-gangen diner deze kerst aan. En je pakt zo'n plakoogje en die plak je erop. En je lintworm is klaar. Zo kun je iedereen een lintworm geven voor de kerst.